Zo, ik ben op Ter Spekke bij FC Lisse. Daar wordt druk gebouwd. Eerste paal geslagen voor de nieuwe sporthal. Er zijn allemaal nieuwe gebouwen, dus die zijn hier nog wel even zoet. En ik ga jullie meenemen, als jullie dat leuk vinden tenminste. Want nou, als nou FC Lisse, als je nou daar zit, daar voetbal je bijvoorbeeld. En je moet tegen VBSB. Wat maak je dan voor rondje? Wat maak je dan voor ritje? Nou. We moeten wel in zijn versnelling zetten natuurlijk, die auto. Dan gaat het even makkelijker. Kijk de velden hier. Even die bouwput laten zien. Op de spekken, kijk. Kijk, waar we nu voor staan, daar komt een nieuwe sporthal. En dat was een trainingsveld vroeger. Er werden veel keeperstrainingen gegeven. Nou, gaan we richting de Boekhorst. Naar VBSB. Ook daar zijn ze aan het bouwen. Of aan het verbouwen. Het is best een mooi ritje. Hier de bijvelden. Dan laat mevrouw gewoon de rond uit. Moet kunnen, zou je zeggen. Ja toch. Als het maar opruimt. Oké, parkeerterreintje af. Rechts ga je dan naar Keukenhof. Nou, dat doen wij niet. En weet je wat ik doe? Ik ben toch vroeg zat. Ik geef jullie een ritje binnendoor mee. We gaan dus binnendoor. Niet echt de hele snelste weg. Maar het is ook geen kwartier omrijden ofzo. Dus, daar rijden we dan. Dat zullen we zo meteen wel gaan zien. Er zijn heel veel mensen in de buitenlucht. Het is de eerste echte lentedag vandaag. Deze zaterdag. Dan neem ik jullie een, voor degenen die hier natuurlijk uit de buurt komen, is het allemaal gesneden koek. Kijk, als je hier rechtsaf gaat, dan ga je richting Keuken of dan pak je de snelste weg. Maar ik pak de leukste weg, zeg maar. Even die motor voor laten gaan. Zo ben ik dan ook weer. Zo. Ja, die motor geeft wel gas. Binnendoor, we komen nu eigenlijk eerst uit bij in Voorhout. Maar dat is niet erg. Dan gaan we vanuit daaruit rijden we wel door naar VBSB. Ritje van, ik denk, nou wat zal het worden, een kwartiertje, 20 minuten. Hier de Bonnevelden al, nu nog niks te zien. Maar dat zal over een paar weken anders zijn, hè. Veel wandelaars, hardlopers en fietsers gaan we tegenkomen. Kijk, hier weer twee diehards. Goed hoor, goed bezig. Nou, hier heb je auto's, hier kun je ook een wandelgebied in. De Loosterweg gaan we op. En die Loosterweg die komt uit bij het Soldaatje. Links de Bollevelden, er is alleen nog geen, nog niks te zien. De Loosterweg dus, die Voorhout en Lisse met elkaar verbinden. Van daarin om die is gek. Die moeten ze rijbewijs afpakken, maar goed. Wie ben ik om daarover te oordelen? Hier weer een hardloper. Oh, die jongen, toen ik in de auto stapte, kwam, zou ik hem zijn auto parkeren bij Lisse. Die loopt dus vanaf Ter Spekke nu al hier. Dus die zal meters maken, zeg maar gerust kilometers. Dit is een mooi weggetje ook om te fietsen, dat straks alles weer een beetje groener wordt. Dat gaat nu heel snel gebeuren natuurlijk. Lente komt eraan. Ja, het is ook weer om op de motor te stappen. Ja, dat heb je zo'n eerste zomerse dag, hè. Oh, je mag hier maar 30, zie ik. In- en uitritten van, met bouwverkeer kan je hier. Dan gaat het op zaterdag al meevallen. Kijk, en daar doet Voorhout al op, hè. Nou, die hebben een feestje.
een jarige denk. Die gaan visites rijden. Links de bollevelden weer. Rechts ook nog een bollenveld. Zo beneden hier aan je rechterhand. Aan mijn rechterhand. Ja. Nog niks. Nou, er komt iets groens al boven water. Boven water, boven de grond uit. Hier weer rechts. Kijk. Over een paar weken is het één kleurpracht. Nou, dan gaan we nog wel een keer erlangs. Ja, toch? Net zo makkelijk. Gezellig fietsen. Ja, mensen zoeken de buitenlucht op. Het kan weer, het is niet meer glad. Sterker nog, het is 15 graden. Hoe leuk is dat? Ja, het is gewoon wel een beetje wind. Nou, inmiddels moet dit al van voorraad bij voorraad horen. Ja, pand van Hoekhoven is dus een bedrijf wat in voorraad zit. Heel veel bollevelden hier, zowel rechts en links. En kan je nagaan, over een paar weken is dat één prachtige kleurenpracht. Als ik een week of vier verder ben, dan staat het allemaal mooi in bloei. En nu is het eigenlijk nog wel een beetje grauwig, hè? Er is nog geen groen aan de bomen. Ja, je bent nog februari hè, op dit moment. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Maar het is wel lekker buiten, dat zeker. Dat denken die dames ook, want die zijn aan de wandel gegaan. Ja toch? Lekker wandelen, my seas. Hoe is het? Zo, dan komen we zo meteen bij een rotonde. De rotonde bij het soldaatje. Dat is ook een begrip, hè, het soldaatje. Café, restaurant. Ja, kom maar dan. Nou, zo maar even oplossen. Dat zijn smalletjes naast elkaar. Nou, het ken wel ook een ruimer. Dus dat, ja, dat gaat wel passen. Zo is het. Zo. Gaan we naar Noordwijk en Oud. S-bochie. En dan gaan we de rotonde de eerste afslag pakken. Of eigenlijk kan je gewoon zeggen, we gaan rechts afslaan. Mag ook, wat jij wil. En dan gaan we richting Noordwijk en Oud, richting VBSB. Zo meteen de spoorbomen, hè. De spoorbomen bij Piet Gijs, ook weer zo'n begrip. In de regio. Links de oude huisjes. Rechts wat huizen en een watertje ervoor. Een bruggetje over, dus over eerst een bedrijf wat we te zien krijgen rechts. Theo de Boer. Er komt een trein aan. The train is coming. Ja, die trein gaan we niet zo heel veel van zien, denk ik, in beeld. Komt er wel achter een vrachtwagen te staan.
De spoorbomen bij Piet Gijs. Gaat treintje. Langs de ringvaart, hè? Daar gaat die trein. Wij gaan de ringvaart zo over, hier bij het spoor. Het lijkt erop alsof er nog een trein aan gaat komen, want ze blijven laag. Er zal er nog eentje komen. Ja hoor, er komt er nog een aan zo. Een treintje. Kijk, nu ging je richting Leiden. Die andere ging naar Haarlem, deze gaat richting Leiden. Voorhout, en zo door naar Leiden. Nou, dan mogen we. Zo. Nou, links Piet Gijs, hè. Zo heette het vroeger. Nou, wat heet nou anders, zie ik. Zo. Noordwijk eruit. Ja, dat die vorige week het onwijs carnaval kunnen zijn, moeten zijn eigenlijk. Ja, de corona, hè. De corona heeft roet in het eten gegooid. Nou. Noordwijk eruit, inmiddels de eerste rotonde. Schravendam in het industriegebied. Dat gaat die vrachtwagen denk ik doen. Dan doe ik dat maar niet. Dan ga ik gewoon rechtdoor. Oh. Hij gaat ook rechtdoor. Dat mag wel hoor. Niet zo erg. Wat ik kan doen. Zo. De vrachtwagen neemt een stukje stoep mee met zijn achterwiel. Althans, dan gaat hij overheen. Dat is niet kapot of zo. En dat allemaal op YouTube, hè? Het is net railway, maar dan op de weg. Alhoewel, net bij het stoplicht was het even een stukje railway. Bij de. Hoe noem je dat? Bij de spoorwegovergang. Nou, nemen we even een mooi stukje Noordwijk, een beetje oud, nostalgisch Noordwijk eruit. Gaan we meenemen. We gaan door de Kerkstraat. Laten we dat maar eens doen. Kerkstraat, stukje viaductweg, stukje Dorpstraat. Ja hoor, dan gaan wij hier rechtsaf op de rotonde. En dan zitten we gelijk in de Kerkstraat. Dat is een hele oude, ook bekende straat in Noordwijk eruit. Hier had je vroeger een dependance van BAVO, Santa Maria. Hier zat vroeger de ANO, een winkeltje, weet ik nog wel. Ja, kom je toch niet vandaan, maar je vraagt je af, hoe weet je dat allemaal? Nou, mijn moeder kwam hier vandaan, dus ik was hier. Als kind zijnde heel vaak in de Noordwijk eruit. Hele weekenden was ik hier, schoolvakanties ging ik er wel eens heen. Bakkerij van Ede rechts. En hier links waar nu die appartementen staan, ja, die zien jullie niet. Had je vroeger dus dat dependance van de BAVO en Santa Maria. Dat was een psychiatrische inrichting. En natuurlijk hier in de Kerkstraat heel vroeger, nou ja, niet heel vroeger, Boning Oostdam, hè? Die zat hier ook, ook in de Kerkstraat, ja. Zo. Ze hebben er wel voor gezorgd dat je hier geen racebaan van kan maken. Er zijn genoeg maatregelen genomen om zeg maar, de snelheid er een beetje uit te halen.
Dat is de broer van. De broer van Jan van Gelswijk. Maar die gasten zijn van 5 jaar bij, die hebben we getraind, denk ik. Dan moeten we thuis douchen. Mooi wel. Nou, wel, daar ga ik zo meteen even heen, hè, naar 5 jaar bij. Dan moet ik even zijn. Ja, kruispuntje bij de Pilarenlaan. Nog steeds de Kerkstraat. Het is best een lange straat hoor. We gaan hem ook niet helemaal uitrijden. We gaan zo meteen links de viaductweg op. Nogmaals, mooi weer. Veel mensen op de fiets. Nu kan het weer. Vorige week was dat natuurlijk niet te doen, met al het ijs wat nog op de straat lag en sneeuw. Maar nu is het, ja je ziet het, het is dus een stralende dag weer. 15 graden in Noordwijkerhout. Eerste lentedag. De eerste dag die een beetje op de lente lijkt. Zo kan je het ook zeggen. We gaan rechtsaf, of linksaf moet ik zeggen. Dan gaan we de viaductweg op. Ja, mevrouw, u mag eerst. U gaat rechtdoor. En ik ga linksaf, viaductweg. Nou, je snapt waarom dit viaductweg heet, denk ik. Dat hebben ze ooit zo bedacht, lang, lang geleden in Noordwijkerhout. Omdat hier een viaduct is. Je moet er maar opkomen. De viaductweg in Noordwijkerhout. Die rijden we uit. Dan kunnen we rechtsaf de Hoogstraat, de Dorpsstraat in. Want de Hoogstraat, ja, dat zit in mijn hoofd, daarvoor besprak ik me. Die komt hier zo beneden links. En rechts ook trouwens, maar links. Ja, daar heb ik heel wat nachtjes geslapen bij ome Wim en tante Gerdien in mijn jeugd. Dat is leuk. Top oom en tante. Hier de Hoogstraat. Die linkse snackbar, die heette vroeger Snack 69. Nu heet die Lucky Snack. En gaan we rechtsaf de Dorpsstraat in? Nee, dat kan niet. Er staan paaltjes, dus we kunnen de Dorpsstraat niet in. Dan moeten we eromheen. Op zich wel jammer. Maar dat is volgens mij, ja, ik weet niet meer hoe ze dat doen. Dus dan gaan we buitenom. Naar VWSB. Als dat geen mooi ritje is, jongens. Jammer dat we die Dorpsstraat niet op konden, met de fietskant wel. Er staan paaltjes en er staat die pakketbezorgers. Die zitten hem best wel vaak in de weg. Maar goed. Het is niet de leukste baan volgens mij. Heel veel respect voor die mensen. Maar... om hier die auto's wel meer op straat te zetten. Ja, ze doen het wel vaker, die gasten. Nou. Het is niet zo heel druk, we kunnen er gewoon omheen nu. Dus, niks meer aan de hand. En dan rijden we eigenlijk zo van FC Lisse, waar ze dus aan het bouwen zijn, naar VWSB, waar ze ook aan het bouwen zijn. Inmiddels aan de buitenkant van Noordwijkerhout bij de afvakker. Ook een psychiatrisch gebeuren, psychiatrisch begeleid wonen. Dagbesteding zit daar ook. Zo. Dan komen we zo op de Brink uit, daar waar het in september altijd kermis hoort te zijn. Afgelopen jaar ook niet doorgegaan volgens mij. Kleine school slaat hier rechts. En dan zijn we bijna bij VWSB. Hier hebben we de Brink, een grote parkeerterrein in Noordwijkerhout.
Oh, hier kan je ook niet in. Dus sinds ik jaren zo'n tijd niet geweest ben. Maar het is wel overal veranderd. Dan ga ik hier maar in. Dat is dan wel weer makkelijk dat je een beetje de weg weet. Dat je weet van als ik hierin ga, zal ik er ook wel komen. Ik denk het niet. Jawel, jawel. Ja, ze hebben het geblokkeerd. Je kan er maar vanaf één kant in. Hier naar links en als het goed is, hebben we dan zo daar VWSB de velden zien we dan al liggen. Ja. Jazeker. Het is een beetje via een omweggetje. Inmiddels rijden we 21 minuten. Dat had ook weer een kwartiertje gekund. Maar we hebben de leukste route gekozen. Toch? Dacht het wel. Inmiddels aangekomen. Vanaf Terspekke, FC Lisse, zijn we nu bij de Boekhorst van VWSB. En ook hier, kan het je laten zien, denk ik, in de verte. Hier wordt gebouwd. Zie je het? De koutje, helemaal leuk. Prachtig. Nou, dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende rit maar, hè. Zullen we dat maar zeggen. Tot de volgende rit. Ik zal hem nog even parkeren. In de vakken netjes, ja natuurlijk. Zo. Dit was hem. Van Lisse, van FC Lisse naar VWSB.